Vandaag in het hart van Brabant Nieuws. Oosterwijks gezin ontvlucht net op tijd brandend woonhuis. Boekhandel even in het teken van Dungeons & Dragons. In Oosterwijk heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een hevige brand gewoed in een woonhuis aan de Moergestelseweg. De brand brak rond 4 uur in de nacht uit. De bewoner en zijn 2 zonen lagen op dat moment te slapen, maar werden wakker door de brand. Ze wisten net op tijd naar buiten te komen, maar hadden wel alle 3 rook ingeademd. Het drietal werd nagekeken door het toegesnelde ambulancepersoneel. De brandweer rukte uit met 5 wagens en het nablussen duurde nog tot 1 uur of 6 in de ochtend. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het nieuwe restaurant Theehuis in het Spoorpark is vrijdag geopend. Het restaurant staat midden in het park en biedt in combinatie met het dakterras plaats aan zo'n 500 personen. Het restaurant wordt bestierd door Tilburgse ondernemers, zoals Dirk de Leeuw, bekend van Raw in de Spoorzone. En dat doet hij samen met zijn compagnon Giel van Schaik, chefkok en eigenaar van Rak in de Piershaven. Het restaurant is 7 dagen per week geopend. Je zult misschien denken dat de jeugd van tegenwoordig alleen nog maar interesse heeft voor videogames en van bordspellen niets meer moet hebben. Dat die bewering niet helemaal klopt, was vrijdagmiddag te zien bij boekhandel Gianotte Mutsaerts. Daar speelden namelijk een handjevol kinderen het bekende bordspel Dungeons & Dragons. In het spel is het de bedoeling dat je aan de hand van een rollenspel een verhaal vertelt. Vandaag sprongen de kinderen in de bres voor een schaap dat gevangen zat in de tovenaarstoren. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen zich ook met bordspellen bezighouden. Videogames hebben dan misschien toch wat meer aantrekkingskracht. Dat gebeurt inderdaad wel, want kinderen die zijn eerder geneigd om Fortnite bijvoorbeeld te spelen dan dat ze een bordspel uit de kast gaan pakken. Omdat een bordspel is gewoon moeilijker. Je moet het opzetten, je moet vrienden vinden om mee te spelen. En daardoor is het wat moeilijker te doen dan gewoon een knop omzetten en een spel gaan spelen. En die spellen zijn vaak ook gemaakt dat je altijd wint. En dat is gewoon voor een kind een makkelijkere uitgang om het plezier te vinden. Alleen die bordspellen zijn daar wel veel beter om ook die sociale vaardigheden te trainen. En niet alleen sociale vaardigheden worden getraind. Spellen zijn volgens Robin ook heel goed om intellectuele vaardigheden te trainen. Dungeons & Dragons is eigenlijk vooral heel goed voor leren samenwerken, communiceren, creatief denken, maar ook strategisch denken. Andere bordspellen zijn weer goed voor planning en voor inleven in iemand anders en denken aan wat iemand anders voor strategie heeft. Spellen zijn eigenlijk een hele goede manier om essentiële vaardigheden te trainen, waar kinderen op school niet altijd aan toekomen. En zeker nu dat er mobiele telefoons en televisie en internet, gaan die vaardigheden vaak als eerste achteruit, zeg maar. Als kind heeft Robin ook veel profijt gehad van het spelen van bordspellen en wilde het ook overbrengen aan de kinderen. Ik was eigenlijk altijd een heel erg verlegen kind en toen ik dit ben gaan doen ben ik ook veel meer extravert geworden en veel meer open geworden en veel makkelijker gaan praten. En ik hoor van andere kinderen, van ouders van kinderen, dat ook voor hun vaak zo is. Dat er kinderen zijn die nooit durfden te praten met de buren bijvoorbeeld en die nu ineens wel dat durven en wel dat doen. En dat vind ik heel mooi.